Mooi. Het dialect zou in hoog tempo verdwijnen. En dat laten wij natuurlijk niet gebeuren. Wij koesteren het. In deze serie Goeie Gesprekken, nu met Pronk en Kemperink, spreekt ieder zijn eigen taal. De muzikant en de cabaretier. Wat is er aan de hand? Nou, foei, je praat zo ontzettend plat. Ik kan de haar helemaal niet verstaan. Denk van, en toen heb ik ook een keer gezegd, ik kan godverdomme één ding goed. Ik kan in ieder geval plat praten. Ik zei, je kunt godverdomme geen verbeteren. Je kunt geen Nederlands en je kunt geen plat. Ik kan ook niet echt goed plat praten. Dat vind ik wel jammer. Ik merk ook... Dat wordt plat. Jawel, maar het is niet... Voor een verbeelding. Maar het is ook niet... Nee, ja. Nee, maar het is ook niet... Nooit lachen moet je grapjes. Nee, maar dat moet je doen. Hij heeft zelf ook al geen lol meer van heb. Nee, maar ik merk wel dat ik ook op een podium ben. Vorige week was ik in Doetinchem, maar een dag later stond ik in Beverwijk. Dan kun je niet plat praten. En ik kan niet, als ik op het podium ga, ga je toch in bepaalde concentratie. En ik kreeg dat, ik zeg wel heel vaak, ik heb een dialect. Afgelopen week stond ik in Neder en dan zeg ik gewoon op het podium, wie kan het dialect verstaan? Vinden jullie leuk als ik dat doe? En dan 10 minuten en na 10 minuten heb ik in de gaten dat ik weer in de modder sta. Ja. Dat is ook niet zo gek. Maar het is best wel klonen, maar eigenlijk kun je nooit in uw volle glorie. Dat gebeurt niet. Nee, maar pas je aan of doe je prodi zo uit thuis proor? Nee. Thuis, als ik dat zou doen, dan zou ik op veel plekken niet te verstaan zijn. Nee. Ja, of niet begrepen. Verstaan we allemaal. Ja. Maar dat ga ik volgend jaar gewoon een dialectprogramma maken. Waarvan ik dan weet dat ik daar geen... Kijk, daar is hem. Godverdomme. Ik hang hem niet aan de fietsen, hè? Nee. Van een knalpieper. Dat is wel ideaal voor zulke dingen. Maar volgend jaar was ik allemaal brak. Ja. Ik heb gehoord dat alleen vrouwen die onmiddellijk geld bent, dat die zo'n ding aan de spiegel hangt. Aan de spiegel? Ja, van auto. Van dus vroeger, ken je de Philips spiegel? Ik ken een ander verhaal. Ken je de Philips spiegel dan? Ja, zeker. Als je zo'n ding waarvoor geaardheden of iemand heeft, kan je ook in zijn zak verrekken natuurlijk. Nee, joh. Je vindt dat schaamend bezengd dat je niks aan verrekken, maar dat mag dan vanzelfsprekend zijn. Maar als je zo'n ding een beddie de broekzak laat steken, dan ben je aan het lokken. Maar als je rondloopt smaks met dat ding half uur de broekzak, dan kan het openvatten worden een signaal van... Oh, dat maakt mijn vader wel waard. Ik stop me gewoon heel diep in de zak. Ja, mijn vader, dat raakt een knup in, want dan vergeet ik iets niet. Oh ja, dan stek er een knup in de zak, maar dan stik ik er wel uit. Oh, een knup in, dat heeft nog een ander betekenis, maar dat zou ik nooit uitzenden. Ja.